Nou, hebben we nog iets? Waar komt er nog? Hebben we nog iets interessants? Wanneer zijn wij aan de beurt, meneer Vommekaar? Ja, wanneer zijn wij aan de beurt? Ja, dat is met meneer De Groot. Oh ja, oh, dat hebben we ook nog, ja. Met meneer De Groot afgesproken. Ja, dat is iets heel bijzonders. U weet, al die omroepen die hebben allemaal promotieteams, ja, A-team. Hè. A-team van de Tros, en heb je van Veronica, die komen ook naar je toe, of je nou wil of niet. En dat heeft NGV nu ook, en die hebben ook een promotieteam, en die bestaat uit Bert en Toos. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. En die gaan dus... Ik ben net van de NGV eigenlijk. Ja, inderdaad. En hoezo niet? Ja, daar gaan we nou even niet over. Ze gaat heel land door en dan gaan ze dus allemaal manifestaties. Zijn Beb en Toos en die lopen daar rond om NGV-leden te winnen, nietwaar? Inderdaad, dat doen wij. Ja, wij gaan het hele land door, hè. Heel goed. Heel leuk. Wij zien er ook heel leuk uit. Zondag had ik er zelf 3. Ja, ik 2. En hebben we een leuk mantelpakje hebben we al. Dat kennen u ons aan herkennen. NGV-mantelpakje. Oranje? Dan kennen u ons overal van ver, zie je ons al komen. Ja, nou ja, in ieder geval... Ja, tot daar. En die hebben dus nu een lied gemaakt. Dat is dus, ik zal maar zeggen, de Stars. Of Dik voor mijn Staars, zo weet je het ook alweer. Stars, De Dik voor mijn Staarsisters. De Dik voor mijn Staarsisters, ja. De Dik voor mijn Staarsisters, ja. Met de NGV promotietune, dames en heren. Ja. Daar komen zij, Beb en Toos. De meisjes van het NCRV promo-team. We rijden door het land, dus zult ons zeker zien. We maken iedereen tot lid. Omdat je bij ons gewoon een stukje lekkerder zit. De televisie en ook op de radio. Wie wordt er lid? Wie wordt er lid van onze NCRV? Doobeli-doobeli-ja! Oké, mensen, heren, houden. We worden allemaal lid van de NCRV. Ja. Storm en regen houden ons niet tegen. Als er mensen zijn op de straat of plein, scheuren wij er naartoe in een DAF. Maar het is heus niet altijd een pretje. Ook bij onderweer gaan wij iedere keer in ons promomobieltje erop af. De NCRV, de NCRV, wordt lid van de NCRV. De NCRV. Wordt lid van de NCRV. Onze programma's barsten van het amusement. U moet zich schamen als u nog geen lid van ons bent. De NCRV, de NCRV. Wordt lid van de NCRV. Iedereen die nu lid wordt van de NCRV, die krijgt alle gidsen van de afgelopen 10 jaar gratis en voor niks toegestuurd, dus grijp die kans, zou ik zeggen. Als de onzin lopen wordt er iedereen wild. Er wordt op ons gevochten en gekrijst en gegild. Ze trekken en ze scheuren ons de kleren van lijf. Er komt de haast niet van dat nieuwe leden in schijf. De schoenen en je hoedje vliegen hoger de lucht. We zijn al 100 keren in ons dafje weggevlucht. In de DAF. In de DAF. In de DAF. Ik krijg voor blauwe plekken in de DAF naar huis toe. Zo'n dagje promo-team, geen lidmaatschapsbewijs meer zien. Handtas ligt geheel in 2, die kan dus met de vuilnis mee. De hele band die is uitgescheurd, het is al zo vaak gebeurd. Dat ik na zo'n promo-dag helemaal voor pampers lag. Ik had een stapel van de hoofd, is als een ander. Leed de winnen, maakt me nog eens knettergek. Je wordt gemolesteerd en gewoon omgekeerd. Het maakt niet uit, al geef je ze een grote bek. Ze trekken aan mijn haar en niet alleen maar daar. Kijk maar, de tanden staan nog duidelijk in mijn nek. Nee, echt, het valt niet mee, maar de NCRV die vaart er wel bij, dus we stoppen er niet mee. La 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 la. Ja!
dik voor elkaar, show. Met de... Nou, is dat lang geleden? Een week, Dick. Hè? Een week. Ja, een week! Nou, we hebben een hele bijzondere uitzending deze. Dick, voordat, ik, voordat we beginnen, ik nou, heb, omdat het de laatste is vandaag. Wat is de laatste? De laatste show. Ja, het is de laatste Dick voor elkaar show. En u voelt hem zelf ook wel hebben. De hebben laatste? Dus een... Wat hoor ik nou? Het is net wat zeg, hallo? Nou... Dat wisten wij niet, is nee. De, ja? Ik heb u bij, is dat al een beetje? Ziet het erop, is het eindelijk voorbij. Alsof een nootje ver kwam, hè. Kan ik mij even richting het oosten gooien? Kan het nou even wat rustiger meteen aan het begin? Wat is er een zootje? Laten we zo'n laatste uitzending nou even waardig besluiten, hè. Een hele bijzondere uitzending, want het is namelijk... Ja, ik heb een ik heb een humorist uitgenodigd. Pardon? Een echte humorist heb ik uitgenodigd. Mensen, ik ga vast uit de wind, want ik voel hem al aankomen. Wat is er nou humorist? Wat nou humorist? Ik heb van de week naar het, hoe heet het, de Edison uitreiken. Ja, dat had ik al willen zeggen. Ook deze uitzending staat dus geheel in het teken van de Edison Oscar. En ook wij, de Dick voor elkaar show, lachen, wordt een vaste gewoonte. Lachen, hè? Van de week. Ja, het was heel sterk, die Edison uitreiken. Erg van genoten, heel erg van genoten. Ja, ik ook, meisje. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Hoezo geen oog dicht gedaan? Ik heb onder die Edison heb ik al zwaarlijk geronken natuurlijk, hè. Oh ja. Nou, in ieder geval ook... Prachtig, prachtige muziek. Ja, heel sterk. Ja. En ik vond ook de jury. Ja. Jury vond ik heel goed, hè. Wat een sterke keuze ook, hè. Zo'n Meta de Vries, hè? Die ken je toch wel? Oh ja, wat is dat zij niet die normaal, zeg maar, de paardenmarkten zijn? Ja. Zondag ochtends? Ja, zij roept altijd op waar de paardenmarkten zijn. Die zat nou in de jury. Ja, de Fancy Fair en zo. Ja. Ik heb pas nog een leuk kleedje daar ergens gezien. Ja, ik ga ook wel eens, dat vertelt ze van dat er ergens een bazaar is of zo. Daar ga ik er ook wel eens heen. Leuk. Ja, zij heeft er veel bestand van die postduiven. Die laat ze ook los, geloof ik, hè. Ja, maar het ging in dit geval dus over de muziek. Oh ja. Heeft ze daar ook verstand van? Jawel, want ze vertelt ook wel eens als er ergens een markt is met tweedehands grammofoon platen, dat vertelt zij ook. Ja, dat was een hele deskundige jury in ieder geval, hè. Als je daar een Edison van krijgt, dan mag je wel blij zijn, vind je? Nou, wat zullen al die artiesten er trots op zijn, hè? Nee, dat komt in een kastje thuis. Tuurlijk, keukenkastje. Ja. Nou, in ieder geval klaar. En de presentatie tussendoor was heel leuk. Welke presentatie? Margriet is huis. Ja, die was ook heel sterk, hè. Nou, wat heb die grote ogen, hè, mensen? Ja, dat zijn de contactleden. In ieder geval, even klaar over die uitzending van deze avond, want nu komt dan eigenlijk... Nou, daar zijn we nieuwsgierig naar wat er nou komt. Wees nou even stil! Nu is dan een belangrijk moment.